Goedenavond kijkers en welkom bij het programma To The Point hier op Apinti Televisie. Een congres met als thema landbouw, voeding en gezondheid in Suriname, vrijdag 10 juni. Klinkt interessant, vooral als je erin hebt voeding, Serena Malobinyang. En dat zeggen we allemaal, dat weten we. En als je nou buiten Suriname bent of in Suriname, dat is standaard. Als je Surinamer bent, hou je van goed eten. Ik heb in de studio Jan van Charante. Ik moet dat heel goed zeggen, bekend. En zeker die koppeling met eten. We komen daarop terug. Hij is arts. En Hendrik Convalius. Hij is de voorzitter van de Stichting DONS. Coördinator. De coördinator van de Stichting DONS. Ja. We horen het zo meteen als er wel een voorzitter is of niet. Ja. En dan heb ik, zijn naam is Baan, dat is de familienaam. En de voornaam is Rob. Typisch Nederlandse naam. Ja. Welkom in To The Point. En kort. Ja. Laten we beginnen met de Stichting DONS. Hendrik, misschien kan jij ons een beetje vertellen. Wat is de Stichting DONS en waar maken jullie je sterk voor? Stichting DONS staat voor Duurzame Ontwikkeling Nederland-Suriname. En wij zijn een stichting die de duurzame ontwikkeling in Suriname willen bevorderen. En dat willen we doen op het gebied van de landbouwsector, energiesector en de ecotoeristische sector. Wat we proberen te doen is in ieder geval gericht op dit congres, is de kleine landbouwers eigenlijk te coachen en te begeleiden om duurzaam te telen. En voordat we gaan naar dit congres, je zegt duurzame ontwikkeling, met de Suriname pushen. Ja. Je komt uit Nederland, Rob komt uit Nederland. We denken van, ja, het is een beetje een soort overbruggingshulp van diaspora mensen die daar zijn. Zie ik het goed? En wat hebben jullie al gedaan tot nu toe? Nou, we zijn in Suriname sinds 2007 actief. Wij zijn in 2006 gestart. En in 2007 zijn we met het thema duurzame ontwikkeling gekomen in Suriname. We hebben met een aantal organisaties hier gesproken en met de politiek gesproken over hoe kijkt Suriname aan tegen duurzame ontwikkeling. Nou, het is een proces wat eigenlijk ook Suriname ook aangaat, omdat bijvoorbeeld de fossiele bronnen, die drogen hier op. Suriname beschikt over energie, dus logisch dat je ook zonnepanelen ook hier gaat gebruiken. En zo zijn er een aantal sectoren waarvan we dachten, nou, daar moet een stukje kennisbevordering in komen. En het kan het land natuurlijk ook zelf ook verder helpen. We hebben toen in 2008 op basis van die reis hebben we een congres georganiseerd met het thema dus duurzame ontwikkeling. En dat was opgedeeld tussen een theoretisch deel, dus wat er toegelicht werd wat duurzame ontwikkeling is, en een praktijkdeel dat geënt was op de sectoren in Suriname waar duurzame ontwikkeling noodzakelijk was. Laaiend enthousiast, goed bezocht. En van daaruit zijn we projecten gaan doen steeds op het gebied van de sectoren waar duurzame ontwikkeling mee gemoeid was. Kan je tenminste één van de projecten noemen? Want anders krijgen de kijkers het gevoel zijn er mooie rapporten in een la verdwenen? Nee. We hebben een tweelingsproject opgestart met de Stichting Productieve Werkeenheden. Om 150 Surinamers op te leiden tot duurzame ondernemers. En dat heeft zo'n 2 jaar geduurd en het is succesvol verlopen. En veel van die ondernemers die werken in die sectoren die ik zo net genoemd heb. Een ander project wat nu aan de gang is, is we hebben een multifunctioneel zonne-energiecentrum laten bouwen. Een nieuw koffiekamp om het dorp te voorzien van elektriciteit. Omdat het dorp last had van de lage waterstand van het Stuwmeer. En ze hebben gevraagd van help ons in ieder geval dat we permanente energie nodig hebben. En in het multifunctioneel energiecentrum hebben computers laten plaatsen, zodat kinderen ook bijvoorbeeld via zonne-energie lesprogramma's kunnen volgen. We hopen daarmee het onderwijsniveau daardoor op te krikken. En zo zijn er nog meer projecten die bijdragen tot de duurzame ontwikkeling. Stel ik me zo voor, maar de vraag zou zijn, dat kost allemaal geld. Ja. Ik neem aan dat de lokale partners ook inkomen, mogelijk inkomen met wat. Maar waar halen jullie de fondsen van? Nou, wij worden gesponsord door een aantal partijen in Nederland. Het ministerie van Economische Ontwikkeling, die ondersteunt ons bijvoorbeeld bij de landbouw om in ieder geval gezonde teelt in Suriname te introduceren. We hebben gala's die we organiseren om geld te werven.
En daarnaast hebben we particuliere sponsoren bijvoorbeeld. Nou, een van de laatste is dan Copernicus. En we hebben donateurs die jaarlijks gewoon gelden geven. En vanuit Suriname krijgen we donaties van bijvoorbeeld Staatsolie, IM Gold en nog een paar andere organisaties ook. Ja, wij helpen binnenkort ook een Surinaamse organisatie ook te worden. Dus daar zijn we nu mee bezig. Een beetje een zusterorganisatie. Een zusterorganisatie, ja. Okay. Dependant. Jan, als arts, jij gaat ook eigenlijk bij zo'n congres bezig zijn. En ik lees op het programma Voedselveiligheid leidt tot duurzame gezondheid. Misschien moet ik de stoute vraag, hoe veilig is ons voedsel in Suriname? Zo? Best wel veilig. Ik heb het niet over het vat hoor. Er zijn natuurlijk wat verontreinigingen. Ja. Die kennen we. Open deuren en trappen. Landbouwgif, kwik. Dat zijn de bekendste. Maar als we gaan kijken, want je wil natuurlijk je voedselveiligheid relateren aan gezondheid. En natuurlijk aan ziekte en sterfte. Als je kijkt naar de burden of disease, waarom gaan mensen nou dood over de hele wereld en in Suriname? Dan is het echt niet hieraan. Ze gaan echt niet dood aan verkeerd voedsel. Ze gaan dood aan verkeerd eten. Ja, dus eigenlijk je leefpatroon, je leefstijl. En gewoon verkeerde dingen daar te veel we op een verkeerd moment eten. Ja. En je kan dus nooit duurzaam in een bedrijf werken als je geen goede, gezonde voeding hebt. Want dat is mijn insteek. Hè? Ik ben wel arts, maar ik bekijk het vooral van de kant van de bedrijfsgezondheidszorg. Dus je wil duurzaam inzetbare werknemers hebben. Die moeten dus gezond blijven. De andere kant van de zaak is, wie eet dat voedsel? Wie eet die productie? Dus je kijkt naar twee zaken. Je kijkt naar de productaansprakelijkheid. Wat verbouw je en wat breng je op de markt? En wie kan daar schade van ondervinden? Maar je kijkt ook, en dat is dan mijn deel voornamelijk, de mensen die het maken, die telen, die het verbouwen. Ja. Wat voor schade kan het hun toebrengen? De moderator, Rob Baan, je bent tuiner. Ik heb het niet bij de inleiding gezegd. Geef een beetje uitleg, wat doe je in het dagelijks leven? Ik heb een kassenbedrijf in Nederland. Met zo'n 10 hectare ultramoderne kassen. 200 medewerkers. En wij produceren microgroenten. Dan moet je je voorstellen, dat is tuinkers. Dat kennen misschien wel mensen. Dat zijn kleine plantjes met heel veel smaak. En daar heb ik 60, 70 verschillende soorten in. En ik lever dat aan toprestaurants in de wereld. Dus als je in een duur restaurant zo'n groen takje of een rood takje liggen, dan heb ik geld verdiend. Ja. En je bent in Suriname, je gaat deelnemen aan het congres. Ja. Makkelijk zou zijn de vraag te stellen, wat is het verschil tussen telen in Nederland en helemaal different climate. Ja. Maar ik neem aan dat er basis uitgangspunten zijn waar je ons wat wijzer kan maken. Ja, nou goed, nou ben ik niet alleen op Nederland geschoold. Ik heb ook een bedrijf in Kenia en in Turkije en in Japan en in Amerika en Australië. Dus ik weet wel een beetje meer van de wereld. Internationaal figuur in ons midden. Ja. Hoe zou dat in Suriname moeten? Ja. Maar er zijn heel grote voordelen in Suriname qua teelt. Er is geen gebrek aan water. Als je ons bedrijf in Kenia kijkt, dan kijken we elke druppel water naar. Als ergens een druppeltje lekt, dan doet er een kauwgompje in, want dan zijn we bang dat het water kwijtraakt. Nou, ik heb van de week gemerkt, heb je geen gebrek aan water hier zo. Dat is er genoeg. Waar gebrek aan is, een gebrek aan kennis en gebrek aan goede zaden. Dat heb ik geconstateerd. De zaden, er is geen goede keuze nu gemaakt in welke zaden hier geteeld moeten worden. En dat is snel op te lossen. En het bijzondere is dat Nederland is de grootste exporteur in de wereld van groentezaden. Nou, waarom zijn groentezaden zo belangrijk? De mens hoort groenten te eten. We zijn groenteeters die af en toe iets van vlees eten. Het liefst in de verhouding 80-20. 80% planten, 20% beest. Het hoort zo te zijn. We kennen zo zijn, mensen die wij, dus dat zo zijn we oorspronkelijk gebouwd. Ja. Door de afgelopen jaren is dat veranderd. En de voedingsindustrie laat ons dingen nu eten die niet goed voor ons zijn. Met alle gevolgen die je krijgt van niet overdraagbare ziektes zoals kanker, diabetes 2, obesitas en hart- en vaatziekten. Dat kan je met voeding oplossen. En het belangrijkste van is groente. Dus die groentes die moeten nu gestimuleerd worden, wil de kosten van Jan een stuk omlaag gaan. En Jan is een bijzondere arts, want Jan praat over voeding. De meeste artsen studeren medicijnen en geen voeding. Een arts heeft meestal geen verstand van voeding. En als je een andere bijzondere arts tegenkomt die er wel verstand van heeft, dan krijgen we eens een symbiose die bijzonder is. Want een arts die, als je thuis naar je gezin kijkt, wie bepaalt de gezondheid in het gezin? Dat is moeder. Moeder bepaalt de gezondheid in het gezin. Met goed eten. En die kijkt die gezondheid na. Zo gauw je het aan de overheid overlaat, dan worden het twee verschillende ministeries. Ministerie van productie, voeding
landbouw, en het ministerie van Gezondheidszorg. Maar de een maakt waar je ziek van wordt en de ander repareert dat je er ziek van geworden bent. Moeder zou dat nooit doen. Er zit in één hoofd die gaat kijken wat je moet eten om gezond te maken. Nou, aan de ene kant moet de vader ook een rol hebben, want hij brengt genoeg geld en goede voeding is duur, hoor je mensen zeggen. Groente niet. Vlees is duur. Groente is goedkoop. Ja, ga maar rekenen in kilogram. Ik wil bijna naar Jan kijken en zeggen, is dat wel zo in Suriname? Maar Hendrik, we hebben de president van de Republiek Suriname bij zijn aantreden in 2010 horen zeggen, een van de topzaken, prioriteiten was Suriname de voedselschuur maken van het Caribisch gebied. Ja. Eigenlijk zei hij ook een beetje zo de wereld. Rob zegt, het is makkelijk, we hebben water, dat zijn de voordelen, ons klimaat valt toch wel mee. Welke rol, het is ons niet gelukt helaas de voedselschuur te worden. Integendeel merk je wat er nu gebeurt in Suriname. Ja. Bijna moeten we een beetje kijken naar welk land in de regio een voedselschuur heeft. Maar welke rol is weggelegd voor jouw organisatie? En dan koppel ik het aan dit congres. Mm-hmm. Om te zorgen dat er genoeg know-how is. Want Rob zegt, we willen misschien wel, maar weinig kennis. Ik ben blij dat je deze vraag stelt, meneer Tellig. De rol van ons is om kennis en ervaring op bepaalde gebieden die noodzakelijk zijn hier in Suriname aan elkaar te koppelen. Nou, Rob Baan heeft al gezegd op het gebied van echt delen van nieuwe ontwikkelingen. Die kan je gewoon één op één eigenlijk bij kleine boeren insteken. We zijn vandaag naar een aantal telers geweest. Hydroponics en nog een paar andere kleine organisaties. En die kampen met hele kleine specifieke dingen die gewoon makkelijk oplosbaar zijn. Nou zijn er organisaties en teelbedrijven in Nederland die over die specifieke kennis beschikken. En onze rol is om die partijen aan elkaar te koppelen. En een van de belangrijke doelen van het congres van aanstaande vrijdag is een netwerk op te zetten en proberen samenwerkingsverbanden te smeden tussen de mensen en de organisatie die op het congres komen. Iedereen is daar al. Een tweede aspect is kennis en ervaringsoverdracht is dat wij binnenkort op onze site een digitale kennisbank zullen krijgen waarbij iedereen onze site kan bezoeken. Die zoekt een speciaal onderwerp uit. En alles over dat onderwerp, gerelateerd naar Suriname, kan gevonden worden. En er kan ook meteen een koppeling worden gemaakt met een expert op dat gebied vanuit Nederland of ook vanuit Suriname. En dan kan er meteen de vraag aan elkaar gesteld worden. En er kan een samenwerkingsverband mee opgestart worden. Dus wij zijn voor de toegepaste techniek en de kortste wijze, daar willen we een bijdrage aan leveren. Ja, dus een netwerk, een database, komt een netwerk, eigenlijk korte lijnen, direct precies. Vragen stellen, antwoorden krijgen van topdeskundigen. Precies. Dat zou eigenlijk moeten leiden naar meer kennis in Suriname. En mogelijk, Jan, de komende jaren daadwerkelijk de voedselschuur worden. Hoe zie je dat? Het kan. Alles is mogelijk. Je hebt een aantal randvoorwaarden. Klimatologisch, de hoeveelheid grond, is er. We hebben een probleem of een uitdaging aan mensen die het werk willen doen. Want landbouw en tuinbouw, dat is niet een overhemd en een aktetas. En lunch om 1 uur. Dat is met je handen. Verlofdagen en ziektedagen. Ja, dat is werken, lange uren. Ja. En waar men zich ook op verkijkt, als je in die voedselproductie gaat, is 24/7. Hè? Ja. Je kan me niet uitleggen van, ja, maar het heeft veel geregend, dus vandaag lever ik je niet. Of het is verschrikkelijk droog, dus ik heb maar de helft. Als je levert, moet je leveren. Je moet je klant tevreden houden. Dus als je een rol wil spelen internationaal in voedselexport, dan moet je wel 24/7 aan je verplichtingen voldoen. Ondanks het feit dus dat we een mooi klimaat hebben, goed genoeg voor landbouw, merk ik dat erop praat over kassenteel. Sommige mensen in Suriname doen dat al. Ik weet niet, mogelijk op heel kleine schaal. Maar ik begrijp dat kassenteel natuurlijk goed is, omdat je eigenlijk het klimaat en je watertoevoer, et cetera, een beetje zelf onder controle hebt. Ja. In hoeverre zouden we dat meer moeten gaan doen? Willen we voorzien? Je hebt nu dat, ja, Suriname was gezegend, we hadden geen harde windstoten, et cetera, et cetera. Nu merk je dat things are changing. Ja. In hoeverre zouden we dat juist moeten gaan overnemen? Ja, maar kassa is klein, hè? Als je praat over rijst, hectares, dan houdt het snel op. Snap je? Dus in welke mate wil je gaan telen
om... Kijk, je kan zeggen, ik ga in niche producten. Ik ga sla. Waarom sla? Het gaat makkelijk door de lucht. Het is licht. En de hele wereld eet sla. Alle restaurants, alle hotels. Dus als je goede, veilige sla levert, van een goede kwaliteit, heb je een markt. Het geldt voor soepgroenten, paprika's, pepers. Maar rijst gaat per ton. Per hectare. Dat kan niet in een kas. Ja, oké. Okay. Dus rijst, daar zijn we al, doen we ons ding al ja, in. Ja, maar dat is die voedselschuur. Maar een beetje... Die voedselschuur is niet een paprika en een peper en een tomaat. Nou, laat ons hopen dat de president bedoelde dat meer dan rijst alleen. Maar rijst alleen is verschrikkelijk belangrijk. Want er is een tekort aan rijst in de regio en in de wereld. Spanje wil onze rijst. Paella is specifiek Surinaamse rijst. Long grain. Rob, je hebt wel ervaring met kassenteelt. Niet alleen in Nederland, in de wereld. Maar ook in volle grond. Ja, vertel, want mogelijk gaat de rijstsector komen naar het congres en denken van, wat is de oplossing? Want in Suriname, als ik hoor de rijstsector, denk ik, is dat gebed zonder een einde. Want daar gaan er subsidies naar, maar de boeren hebben nog nooit voldoende aan overheidssubsidie. Ja. Ja. En het loopt altijd mis. Dus is er specifieke kennis van jouw kant? Nou, ik richt me op de groentes, daar heb ik verstand van. En in de groenteteelt is het heel belangrijk dat je geen residu hebt, geen chemicaliën, althans geen gevaarlijke chemicaliën. Dat je zo duurzaam mogelijk teelt, dus dat je dus insecten het werk laat doen. Want die werken wel 24/7, die hebben ook geen weekend, die hebben geen carnaval, die moeten doorwerken en dat is perfect. Je kan een hele goede balans vinden tussen insecten in je kas of in je tuin met kwalijke insecten. Dat kan, dat is niet moeilijk. Je kan met trucjes kan je ook problemen oplossen. Ik kan me heel goed voorstellen dat insectenplagen hier groot zijn. Wat we dan vaak doen in moeilijke klimaten, dan doen we een rand producten om je tuin heen die heel lekker zijn voor insecten. En die spuit je dan en hebben die insecten geen tijd om die andere gewassen aan te pakken. Omdat ze dus elke keer graag op die lekkere, smakelijke gewassen gaan. Ja, dus zoals bij kasten werkt dat meer? Nee, kleine tuintjes, in de volle grond. Hoe doe je dat bij de hectare race? De 100 en 200 hectare. Hoe maak je dus zo'n soort veilig hek met allerlei mooie dingen die insecten graag eten? Je zou moeten weten wat de vijanden zijn van de rijst. Welke insecten zijn jouw vijanden? En er zijn er hele goede technieken voor om die vijanden op te kweken, om de vijanden van de vijanden op te kweken. En dan heb je eigenlijk een balans gemaakt. Je kan die balans best goed maken. Het hoeft niet allemaal gespoten te worden. Ja. Hendrik, het is toch een beetje een groot vraagstuk, een moeilijk vraagstuk in Suriname. Ja. Want je hebt, wanneer je praat over landbouw, en zeker op grote schaal, heb je de politiek nodig. Het ministerie van LVV. Ik heb je wel horen praten over netwerken, opzetten van een database. Ik hoor meer NGO's aan het werk. Ja. Waar komt de Surinaamse politiek bij? In dit geval de overheid. We werken samen met het ministerie van LVV. En dit jaar werken we voor het eerst samen met het ministerie van Volksgezondheid. LVV is vertegenwoordigd in de jury van ons. Dat is mevrouw Soraya van Dijk en zij is hoofdbeleid van LVV. En we hebben een spreker, een belangrijke spreker op het congres. Dat is mevrouw Alice van Sauer-Müller. En zij gaat praten over het hele pesticidegebruik in relatie tot voeding in Suriname. Zij vertegenwoordigt één ding wat heel erg belangrijk is in Suriname, is data. Het verzamelen van data, want op basis van data kan je tot beleidsontwikkeling komen. En er zullen ook beleidsambtenaren ook komen en die zullen hopelijk in ieder geval de uitkomsten tot zich nemen en mogelijk kan dat bijdragen tot beleidsontwikkeling in Suriname. Nou, ik heb een interview gedaan met iemand van het ministerie en daar was er een landbouwtelling voor de zoveelste keer en een heleboel data. Maar, want jij zegt, we moeten data verzamelen. Ja. Ik denk bijna dat we genoeg aan data hebben, maar we moeten er iets mee gaan doen. Nee, dat is actie. Dat ben ik volledig met je eens. Daar hadden we het gisteren over. Ja. Er moet meer actie worden ondernomen en dat is... Dat moet opgestart worden. Iemand zal dat moeten doen. Wat wij in ieder geval in microverband doen, is het verzamelen van die kleine landbouwers die al duurzaam telen en gezond telen. Daar hebben we een stuk of 146 min of meer duurzaam telende landbouwers. En die kunnen we dan promoten of mensen het grote publiek laten zien van daar zijn de telers die gezond telen. Als je groente wil kopen,
die duurzaam geteeld zijn en herleidbaar zijn. Dus dat mensen kunnen zien met welke producten zijn er gebruikt, welke pesticiden en op welke manier. Dan moeten ze bij die bedrijven gewoon zijn. En dat moet een soort beweging zijn in Suriname om het nog groter te maken. En hopelijk van daaruit dat het ministerie van LVV zegt, nou, dat is die beweging die we nodig hebben en dat moeten we verder gaan promoten. Ja. Dat moet dan in beleidsontwikkeling dan komen. En dan kom je tot actie, maar dat betekent dat op een gegeven moment iemand, voorlichters of beleidsambtenaren zal moeten trainen of die informatie moeten ingeven, dat ze daarmee aan de slag moeten gaan. Misschien mag ik met name de voorlichters, denk ik. Daar is een belangrijke taak weggelegd. Ja. Kijk, de vraag, de overheid, de politiek, wat doe je ermee? We zitten nu in een specifieke situatie in dit land, dat er steeds hetzelfde gedaan is, waardoor het resultaat steeds hetzelfde is. Als we dus blijven doorgaan met de dingen die we al 40, 50 jaar doen, dan komen we er nooit uit. Dan klopt je verhaal. Die reissector is een gebed zonder einde. Elke keer vragen ze geld, elke keer krijgen ze subsidie en elke keer mislukt die oogst. Maar als je kijkt naar 1978, toen de SML een bloeiend bedrijf was, had de SML wel een kwart van de inzaai van Suriname. En nu? Sushit, Mangli, alle grote jongens, Djibout uit Nigeria, die hebben het helemaal overgenomen. En de SML heeft niet eens een spriet gereisd. Niet eens één. Ja, en zonder dat we de buitenlanders weer in de discussie betrekken. Je weet dus dat de politiek toch wel in... Ja, binnenkort ga je mogelijk ook een privé persoon hebben die olie pompt. En staatsolie nee, is er niet wat er dus meer. Moet dat gebeuren, het moet dus anders. Je moet public-private partnerships gaan instellen. En wie begint het, Jan? Vrijdag. Ja, vrijdag begint het volgens jou. Ja. Mooi initiatief. En sorry dat ik lastig ben. Ja, zo ben ik, ook zo zit ik in elkaar. SML heb je genoemd. Ja. Ik noem een voorbeeld dat meneer Bouterse president wordt. Mm-hmm. En hij benoemt meneer Badrissein Sital als reisdeskundige. De man die in de 80er jaren heeft gezorgd voor tonnen aan productie. En hij benoemt hem als de man die weer die reissector omhoog moet duwen. Mm-hmm. En dan komt dat politiek spelletje. Ja. 5 jaar zit hij daar. En geen van de documenten worden gefinancierd. Uiteindelijk zie je dat privé mensen zich gaan bemoeien ermee. En bijna is die reissector, zeker het aandeel van de overheid, kapot. Hoe deel je na vrijdag hiermee? Je moet dus deze boodschap op de juiste plek neerleggen. Als je hiermee doorgaat, gaan we rijst importeren. Ja, we hebben al buitenlandse reis op de schappen, maar goed. Hendrik, je hoort de discussie tussen de twee Surinamers eerste lijn. Je bent ook Surinamer. Tweede lijn. Laten we zeggen tweede lijn. Ja. Maar goed, Rob, even, we komen zo bij jou in die discussie. Je mag er even niks over zeggen. Hendrik, dit is het probleem ook in Suriname. Ja. Ja. Een mooi congres, mooie voornemens. Hoe tackle je dat idee? Want Jan zegt, public-private partnership. En die politiek moet begrijpen dat als je dat nu niet doet, heb je die sector verloren en dan word je nooit de zuur. We zijn het 5 jaar niet geworden. Heb je geloof dat op een gegeven moment misschien de NGO's dat ding zullen overnemen als de regering zegt of als de overheid zegt van jongens, ik heb geen zin in dat ding echt opbouwen. Kan het zonder de overheid? Kijk, je hebt de overheid gewoon nodig in het kader van wet en regelgeving. Zo simpel is dat. Maar de NGO's kunnen vanuit public en private samenwerking heel veel voor elkaar betekenen. De kleine landbouwers eigenlijk, die beginnen eigenlijk de kurk te worden van de economie. En vanuit dat spin-off effect kan je eigenlijk tot schaalvergroting komen. En daar kunnen NGO's en bedrijven gewoon een rol in spelen, een grote rol in spelen. En ik vermoed dat de overheid dan zal gaan volgen. Maar de overheid die kan je niet buiten houden. En ik denk dat we ook over de discussie van voedselschuur van het Caribisch gebied moeten vanaf. Want het is niet realistisch op dit moment. We moeten eerst zorgen dat we de lokale markt eigenlijk goed kunnen bedienen. Optimaal kunnen bedienen, op een efficiënte manier kunnen bedienen. En dat we lering uittrekken, dat we de infrastructuur zo efficiënt mogelijk maken. Als je die basis hebt, dan pas kan je denken aan export of andere zaken. Dat is de boodschap die hier eigenlijk ook op het congres ook gegeven zal worden. Ja, Rob, en nu ben ik geïnteresseerd in jouw mening. Je mag er even wat over zeggen. Fijn. er wordt heel veel gezegd. Maar
Er is heel veel kennis in Nederland voor de tuinbouw. Dat is echt. Wij exporteren over heel de wereld zaden, technieken, know-how enzovoorts. Ik wil hierbij aanbieden dat ik elk jaar wel een veelbelovende student voor een half jaar wil overnemen naar Nederland, die ik wil trainen. En vervolgens weer terug gaat naar de Suriname en die kennis gaat uitdragen daar zo. Dat wil ik met liefde doen. Ik heb ook gezegd tegen een aantal tuiners waar ik geweest ben deze week: als je een vraag hebt, specifiek, je hebt mijn e-mailadres, ik geef je antwoord en ik koppel je aan de mensen die jou kunnen helpen. We kunnen zelfs ook bedenken dat we zeggen, we gaan een delegatie van toptuinders uit Suriname een week naar Nederland halen en dan met een heel specifiek programma gewoon zeggen, jij gaat naar de slakenkwekers, jij gaat naar de tomatenkwekers en ik zorg dat die mensen van de Hollandse kant met open armen staan om de jongens te ontvangen en te helpen. En dan maken we buddies. En het is natuurlijk te gek voor de wereld, dat je loopt in Suriname, je kan iedereen in het Nederlands aanspreken. Je kan iedereen uitleggen wat ze doen moeten. We hebben de kennis, er is behoefte aan. En er is iets heel bijzonders in Suriname aan de hand. En dat is Nederland is zover nog niet eens. In Suriname zegt het ministerie van Volksgezondheid, we moeten meer groente eten. Dat zegt de Nederlandse overheid amper. Die is nog steeds meer in medicijnen dan in voeding. Dus de koppeling van voeding en gezondheid zou je in Suriname kunnen gaan doen. En wat exporteer je dan? Dan ga je de kennis van gezonde voeding exporteren. Dat is veel interessanter dan alleen maar groente exporteren. Je moet eerst zorgen dat je thuismarkt perfect is en een voorbeeld is. Met de mooiste producten. Die zoveel zijn dat je het niet meer kwijt kan. En dan ga je exporteren. Je gaat niet exporteren en je eigen markt achterhouden. Want dan heb je ongezonde medewerkers. Dat kan helemaal niet. Het is natuurlijk heel raar dat je mensen wel schoenen geeft ter bescherming van hun tenen als veiligheidsschoenen geeft, maar je laat ze slechte dingen eten. Dat klopt niet. We moeten weer gaan kijken van wat is nou voeding en hoe belangrijk is dat? En als je die basis door hebt, weer denken aan moeder die bepaalt wat je nou eten moet om gezond te zijn. En die educatie is goed. En we volgen een beetje de lessen van Jan en van het ministerie van Volksgezondheid. Groente, groente, groente. Hier produceren. En als het goed gaat, dan exporteren. Niet nu beginnen met exporteren, want dan ga je niet redden. Want de kwaliteit is niet goed genoeg. En je bent te duur, want de lokale markt veel duurder is. Als je hier niet genoeg product hebt, is je product te duur. Dan kan je niet exporteren. Je gaat niet exporteren voor een kwartje wat hier een gulden kost of een dollar kost. Dat moet je niet doen. Je moet altijd verkopen waar je de beste prijzen kan maken. Nou, dat kan. En dat kan met samenwerking met gewoon tuinders onder elkaar. Dat klinkt misschien vooral, ik heb de overheid er niet bij nodig. Dat kan ik zo ook regelen met tuinders. Daar heb ik geen overheid bij nodig. En tuinders willen elkaar best graag helpen. Want we zijn een speciaal groepje mensen in de wereld. Goed. Met leuke dingen. En dat is bij het telen. Maar waarschijnlijk heeft Hendrik het meer ook een beetje bij het exporteren mogelijk. Maar ook als je lokaal bezig bent. Als je lokaal bezig bent, heb je toch ook wat wetgeving nodig, et cetera. Jan, iets interessants dat Rob zei. Ik zei, goede voeding is duur. Hij zegt, nee, vlees is duur. En we gaan meer groente, groente, groente. Je bent arts, je bent in Suriname, je kent dat ding. In hoeverre is die awareness bij de Surinamer aanwezig om gezonder te gaan eten? Want gezond eten hoeft niet specifiek lekker eten te zijn. En ik opende ermee met Surinamers zijn lekker bekjes. Kijk, hetzelfde wat voor de tuinbouw geldt, geldt voor de voeding. Als je niet de juiste informatie hebt over wat gezonde voeding is, denk je dat je gezond eet. En dat is het probleem. Als je gewoon een lijstje opnoemt en vraagt aan iemand, eet je gezond? En hij zegt ja. En hij zegt, eet je dit, 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 dit. En je noemt 10 dingen waarvan hij 8 eet. Dan schrikt hij dat je dat lijstje hebt genoemd. En het begint met wit brood, bami, pasta, roti, aardappelen, wit meel. Dus de dagelijkse dingen. Iedereen koopt chowmein. Iedereen koopt bami, iedereen koopt roti, iedereen eet witte rijst, iedereen eet wit brood. En eet je dan gezond? Het kan gezonder. Dus als je zegt, eten we gezond? Een deel van de bevolking dat zich bewust is van de ziekmakers in de voeding, want daar gaat het eigenlijk om. Het zijn stoffen, als je kijkt naar de 5 belangrijkste doodsoorzaken, en Rob heeft ze net genoemd, is niet kwik of pesticiden of organofosfaat. Nee, het is hart- en vaatziekten, kankers, hoge bloeddruk, diabetes. En dat zijn zaken. Allemaal met voeding te maken. Voeding. Want zo komt het naar binnen.
Er zijn maar drie